Zaterdagavond rond 19:30 ontstond er een brand in een van de loodsen van het afvalverwerkingsbedrijf Icova. In de loods werd voornamelijk plastic opgeslagen dat gerecycled moest worden. Ruim 15.000 vierkante meter is verwoest door de vlammen. Het grootste gedeelte kan als verloren worden beschouwd. Hier achter mij ontstond afgelopen zaterdag de brand in deze loods. En zoals u kunt zien is er nog maar weinig over van het pand. De noodsprinklersystemen zijn die avond nog aangegaan, maar dat mocht niet meer baten. En het pand brandde helemaal uit. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten afbranden. Vanmorgen melden zij dat het helemaal gedoofd was. De werknemers van Icova zijn begonnen met het opruimen, maar een groot gedeelte van het pand is nog niet toegankelijk in verband met instortingsgevaar. Er is niet alleen materiële schade. De grootste nachtmerrie in de business, zo noemde vanmiddag de algemeen directeur van Icova deze brand. En het is natuurlijk voornamelijk een grote klap voor de werknemers die hier al heel lang werken en hebben gezien hoe dit bedrijf werd opgebouwd. Een deel van de werknemers die in de loods werken, die kunnen gewoon simpelweg hun werk niet uitvoeren en zitten dus thuis. Maar de meeste zijn toch gewoon aan het werk. Die zijn hier bezig met opruimen of gewoon aan het werk in de stad. Op dit moment wordt de oorzaak van de brand onderzocht, maar zeker is dat de schade oploopt tot in de miljoenen. Het hele interview met de directeur is terug te lezen op onze website at5.nl.